Op 30 augustus 2004, ruim 5 weken na de moord, worden Jos en Sandra op een onderduikadres bij de camping in het Amsterdamse bos gearresteerd. De politie verwacht dat de oplossing van de zaak nu binnen handbereik is. Maar niets is minder waar. En er is nog meer. Bij Sabrina, die na de arrestatie van haar ouders elders wordt opgevangen, vindt de politie een portemonneetje. En in dat portemonneetje blijkt een kopie van het identiteitsbewijs van Ray te zitten. Daarmee geconfronteerd verklaren Sandra en Jos dat ze dat van Ray hebben gehad, zodat Jos als tussenpersoon bij de provincie kon bemiddelen in de aankoop van een extra...